Economie, hoofdstuk 3, paragraaf 5. Reserveren. Een reserve vormen. Als je een huis hebt, dan heb je daar allemaal spullen in. Maar die spullen gaan niet eeuwig mee. Op een gegeven moment zijn deze spullen aan vervanging toe. Om te zorgen dat je geld hebt om die spullen op dat moment te vervangen, moet je van tevoren daar rekening mee houden. Je moet dus een reserve aanleggen. Als je een reserve hebt, dan kun je ook de reserve gebruiken. Stel, je koopt een nieuwe koelkast. Daardoor zal je reserve krimpen. Je moet je vervolgens afvragen hoe je je reserve weer kunt aanvullen, zodat je reserve weer teruggroeit naar het oude niveau. De reservering per maand. Stel, jij hebt een computer en je wilt daar 5 jaar mee doen. Die computer heeft 1500 euro gekost. Over 5 jaar wil je dus een nieuwe computer kopen. Je gaat ervan uit dat je dan weer 1500 euro zult moeten betalen voor een nieuwe computer. Je hebt dus in totaal 60 maanden de tijd. Aangezien je 1500 euro nodig bent en je 60 maanden de tijd hebt, deel je dat dus door elkaar. En dat betekent dus dat jij een reserve van 25 euro per maand moet doen. Het bedrag dat je spaart, die 25 euro, is dus een reservering. Want je bent van plan om er uiteindelijk een goed mee te gaan kopen. Reserveren voor een eerste aankoop. Als je een eerste aankoop doet, doe je dat dus voor het eerst. En betekent dus dat het helemaal nieuw is. Je hebt dus geen inruil. Stel, je wilt een scooter kopen van 2000 euro. En je hebt al 1400 euro spaargeld. Je wilt over 6 maanden deze scooter kopen. Dat betekent dus dat jij 2000 min 1400 spaargeld, nog 600 euro, je wilt dat in 6 maanden sparen, dat je 100 euro per maand moet gaan reserveren voor de eerste aankoop van deze scooter. Het kan ook natuurlijk zijn dat je nog restwaarde hebt. Stel je wilt weer dezelfde scooter kopen van 2000 euro. Die heb je gekocht. Een jaar later wil je echter een andere scooter. Die scooter kost 2200 euro. Dat betekent dus dat jij 2200 euro voor de nieuwe scooter moet betalen, maar je hebt nog een oude scooter. Deze kun je inruilen. Het bedrag dat je daar nog voor krijgt, noemen we de restwaarde. In dit voorbeeld krijg je 1850 euro. Dat betekent dus dat je nog 350 euro moet reserveren om de nieuwe scooter te kunnen kopen. Nogmaals, de 1850 euro is dus het bedrag wat je krijgt voor iets wat je al had. Dat noemen we dus restwaarde. Maar het kan ook zijn dat je meevallers en tegenvallers hebt. Daarvoor reserveer je dus ook geld. Stel, je computer gaat stuk. Dat is dan een tegenvaller. En het is een extra tegenvaller als blijkt dat nieuwe computers duurder zijn dan destijds je oude computer. Dat je dus misschien niet genoeg hebt gereserveerd. Het kan ook zijn dat je een meevaller hebt, doordat je computer langer meegaat dan jij had berekend. En je spaart daarmee dus geld uit, want je stelt een nieuwe aankoop uit.